Met dit vliegtuig arriveerde op Schiphol nu eens niet de een of andere beroemde persoon, maar een met spanning tegemoet geziene belangrijke lading vrachtgoed. Namelijk de eerste grote zending Salk-vaccin voor de bestrijding van kinderverlamming. De dozen werden uit een koelkist in het vliegtuig overgeladen in een koelauto. Deze wijze van transport is noodzakelijk omdat het vaccin alleen bij lage temperatuur zijn werkzaamheid behoudt. Namens de overheid nam de directeur van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid in Utrecht, dokter Spaander, het Salk-vaccin in ontvangst. Wanneer ook de bestelde tweede zending uit Amerika is aangekomen, zal er een voldoende hoeveelheid zijn voor de uitvoering van het poliovaccinatieprogramma van de regering, dat beoogt alle in 1955 in ons land geboren kinderen tegen kinderverlamming in te enten.